in de Surinaamse pers, met name in de ware tijdkrant, wordt gesuggereerd door Wilfred Lewin in een artikel dat het Hof van Justitie, HVJ, op 20 mei een definitieve beslissing zal nemen over de vervolging en veroordeling van voormalig minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. Ik zal een passage hiervan voorlezen over wat er in dit rapport wordt geïmpliceerd. Het HVJ zal op 20 mei een definitieve beslissing nemen over de vraag of de vervolging en veroordeling van voormalig minister Gilmore Hoefdraad van Financiën al dan niet wettig is. Voor voormalige politieke ambtstragers geldt dat zij alleen kunnen worden vervolgd nadat zij op verzoek van het Openbaar Ministerie OM door de Nationale Assemblee DNA in staat van beschuldiging zijn gesteld. Bij Hoofdraad heeft het om twee keer dat verzoek gedaan. De eerste keer op 23 april 2020, waarna hij op 18 mei 2020 niet in staat van beschuldiging werd gesteld. De toenmalige procureur generaal Roy Betinat Pende deed na de verkiezingen van 25 mei 2020 op 20 juli dat jaar een nieuw verzoek aan het nieuwe parlement voor het in staat van beschuldiging stellen. Dat gebeurde op 6 augustus dat jaar. Het om heeft nooit ontkend dat het tweede verzoek van de Page aan het parlement een herhaling is van het eerste volgens advocaat Murwin Dubois. Hoefdraad werd op basis van het tweede verzoek en de instaat van beschuldigingstelling door het nieuwe parlement in eerste aanleg door het Hof van Justitie veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar en SRD 500.000 boete, subsidiair met 12 maanden celstraf. Politieke Amstragers worden alleen door het HVE vervolgd en veroordeeld en niet door de kantonrechter. Kort daarna vluchtte de voormalige minister. Een verzoek van het OM aan Interpol om de voortvluchtige hoefdraad op te sporen, aan te houden en aan Suriname uit te leveren leverde niets op. Interpol weigerde deze zaak verder in behandeling te nemen omdat ze van mening is dat de vervolging van de voormalige bewindsman politiek gemotiveerd is. Rechtsprocedure Hoeftraad vecht nu zijn veroordeling aan in hoger beroep. Het onderzoek ter rechtszitting concentreert zich op de wet in staat van beschuldigingstelling politieke en gewezen politieke ambtstragers. Hierin is een procedure opgenomen voor het in staat van beschuldiging stellen, zoals het horen van de ambtstrager. Dat is volgens Hoefdraad en zijn advocaten niet nageleefd. Daarnaast wordt verwezen naar het internationaal recht, zoals het NABC den beginsel waarbij een persoon niet twee keer voor hetzelfde feit mag worden berecht en gestraft. Ook wordt artikel 59 van het ordereglement van DNA aangehaald, waarin is opgenomen dat op eenmaal genomen besluiten niet wordt teruggekomen, tezij op grond van gewichtige redenen in landsbelang of nieuw opgekomen omstandigheden die bij het nemen van het besluit niet bekend waren en indien bekend tot een ander oordeel zouden hebben kunnen leiden. Hoeftraat en zijn advocaten wijzen erop dat de toenmalige procureur-generaal bij zijn tweede verzoek aan het parlement zelf heeft aangegeven dat er geen nieuwe feiten en omstandigheden aanwezig waren dan het geval was bij zijn eerste verzoek. Echter, het omverwijst ook naar artikel 4 van de wet in staat van beschuldigingstelling politieke en gewezen politieke ambtsdragers, waarin staat dat iedere vordering, dus verzoek aan het parlement, moet worden behandeld en er dus geen relatie is tussen het eerste en het tweede verzoek. Advocaat Merwin Duba van Hoefdraad noemt de taalkundige benadering van het artikel door het om een onjuiste opvatting. Deze wordt overigens tegengesproken door de systematiek van de wetgeving en het recht. Zo zou met deze taalkundige benadering het nabc en beginsel zijn geschonden als ook het ordereglement van DNA en de internationale rechtspraak. Deze taalkundige benadering heeft verregaande consequenties gehad voor Hoefdraad en de ontwikkeling van het recht, aldus zijn raadsman. Twee vorderingen Dubois heeft maandag bij de behandeling van deze hoge beroepszaak gezegd dat de tweede vordering van de Pages had moeten worden afgewezen. Hij beroept zich op het nee bis beginsel in het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM) en de uitdrukkelijke verwijzing in het ordereglement van het Parlement dat het in behandeling nemen van een tweede verzoek pas kan wanneer er nieuwe feiten en omstandigheden zijn. De raadsman herinnerde het HVJ eraan dat het om tijdens de behandeling van deze kwestie ook nooit heeft ontkend dat het tweede verzoek van de page aan het parlement een herhaling is van het eerste. Een ontkenning kan ook niet omdat Betina Pende bij het indienen van zijn tweede schriftelijke verzoek het parlement heeft meegedeeld dat er geen gewijzigde omstandigheden en feiten aanwezig zijn dan die er waren bij zijn eerste verzoek. Voor de zuiverheid van de juridische discussie vindt Dubois het belangrijk vast te stellen dat aan de eerste vordering van 23 april 2020 en de afwikkeling daarvan geen enkel gebrek kleeft. Het kan dus niet anders dan dat de toen gevolgde procedure als een processuele handeling op normale wijze moet worden gekwalificeerd. De intussen overleden raadsvrouw van Hoofdraad, Irene Lalli, had tijdens het proces in eerste aanleg deze handelwijze van de toenmalige Peach getypeerd als vissen in een politieke vijver. Waar de eerste vordering door het parlement was afgewezen en de tweede door hetzelfde parlement met een andere politieke signatuur wel is toegekend. Zij was toen al van mening dat niet Hoefdraat, maar de staat Suriname moest worden aangeklaagd voor het schenden van zijn rechten. Het omhanteert de opvatting dat, daar er geen nader onderzoek nodig is geweest omdat de feiten en omstandigheden dezelfde waren en Hoefdraad bij het eerste verzoek zich al had verweerd, hij niet opnieuw hoefde te worden gehoord. Duban noemde dit maandag hoogst opmerkelijk aangezien het een fundamenteel recht van eenieder is om als belanghebbende te worden gehoord in elke procedure gericht op het nemen van enige maatregel tegen hem of haar. Daarnaast waarborgen deze voorschriften ook dat het parlement zich kwijt van de zorgvuldigheidsplicht die rust op het parlement bij het nemen van besluiten over de wet in staat van beschuldigingstelling politieke en gewezen politieke ambtsdragers. Jurisprudentie de raadsman heeft een vergelijkbaar proces in Ecuador, waarover het Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens zich heeft uitgesproken, als jurisprudentie opgevoerd. Daar is in een proces om rechters die niet langer politiek gezind waren, uit hun ambt te zetten, volgens Dubois dezelfde fout begaan ten aanzien van het NABC-DEM-beginsel. Ook daar heeft de vervolging het standpunt van het om in Suriname gehanteerd en de rechters het recht op hoor en wederhoor ontnomen. Echter. Het Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens heeft dezelfde uitgangspunten waar Dubois naar verwijst gehanteerd en de vervolging terecht gewezen. Maar het om in Suriname vindt dat het in Ecuador ging om een ontslagprocedure en geen procedure van in staat van beschuldigingsstelling en niet om politieke ambtstragers maar om rechters. Dubois ziet ook daarin een onzuivere rechtsopvatting. Echter, hij zegt dat, net als in de kwestie Hoofdraad aan de rechters specifieke op de wet gestoelde verwijten zijn gemaakt. Net als bij hoefdraad zijn de wettelijk voorgeschreven procedurele regels als ook de in het recht verankerde hoor- en enebicinidenbeginsel geschonden. Ook daar is het congres twee keer benaderd. Het Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens heeft daarom dan ook terecht ingegrepen. Geen vervolgingsrecht. Dubois onderstreept dat met zijn verweren, net als in de zaak van de rechters in Ecuador, het proces hoefdraad na de eerste vordering van de page en het besluit van het toenmalige parlement was afgesloten. Het verzoek van de Page om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen was afgewezen met als gevolg dat aan de Page geen vervolgingsrecht toekwam. Iedere vordering moet worden behandeld. Er is geen relatie tussen het eerste en het tweede verzoek Openbaar Ministerie. In gesprek met de ware tijd stelt de raadsman dat de wettelijk voorgeschreven procedure om Hoefdraad te vervolgen niet is gevolgd. Het parlement heeft in strijd gehandeld met zijn eigen orde-reglement. Het eerste besluit waarin hoefdraad niet in staat van beschuldiging is gesteld, staat nog recht overeind en het strafproces tegen de ex-minister is onrechtmatig, meent de raadsman. Dubas zegt dat aangezien Suriname zich onvoorwaardelijk heeft gecommitteerd aan het AVRM en derhalve dus gebonden is aan de jurisprudentie van het Inter-Amerikaans Hof er een beroep op wordt gedaan. De advocaat benadrukt dat het om in deze zaak geen enkel vervolgingsrecht heeft en dat juist de rechten van zijn cliënt ernstig zijn geschonden.